Op het Lawaaiplein in Drachten werd zondag de Smallingerlandse cultuurprijs De Gratema uitgereikt aan acteur Rutger Hauer. Het werd een heel spektakel rond een filmset. Op het dak van de Lawaai werd muziek gespeeld uit Nederlandse films waarin Hauer speelde. De thema's van Turks Fruit en Soldaat van Oranje vormden de ambiance voor de uitreiking. De prijs werd naar het Lawaaiplein gebracht door 65 paarden, verwijzend naar de leeftijd van Rutger Hauer. Van daaruit dat is er maar één wit, dat is Lucia, die rijdt hier op de prijs uitreikt. Aan meneer Hauer. De Gratemaprijs, genoemd naar cabaretier Riens Gratema, wordt sinds 1997 uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich inzet voor de cultuur in Friesland. De prijs werd door wethouder Fred Veenstra uitgereikt aan Rutger Hauer. Rutger Hauer opstaan.